Sylvie Meis, bekend om haar recente scheiding van Niklas Castello aan het begin van dit jaar, lijkt nu haar pijlen te hebben gericht op een nieuwe liefde, namelijk ondernemer Wim Beelen. Volgens de Duitse krant Bild hebben de twee elkaar ontmoet bij de beroemde voetbalclub Ajax, waar Sylvie's zoon, Demje van der Vaart, in september vorig jaar een contract tekende. Wim Beelen, wiens fortuin wordt geschat op maar liefst 200 miljoen euro, komt oorspronkelijk uit Amsterdam, terwijl Sylvie Meis al geruime tijd in Hamburg woont. De afstand tussen de twee steden zorgt ervoor dat ze heen en weer moeten reizen om hun relatie te onderhouden. Hoewel Sylvie en Wim nog niet hebben gereageerd op de geruchten over hun liefdesleven, lijkt het erop dat ze momenteel een latrelatie, levenslange aparte woonplaatsen, onderhouden.